75 jaar bevrijding is het thema van de herdenking dit jaar. En dat verandert niet. Ook al voelen we ons de laatste maanden niet zo vrij. We kunnen ons niet bewegen zoals we normaal gewend zijn. Er zijn ons regels vanuit de overheid opgelegd. Niet vanuit een oorlogssituatie, maar om gezondheidsredenen. Een andere vijand, een virus. Maar toch leven we nog in vrijheid, al 75 jaar lang. We worden niet bedreigd door medemensen die ons met geweld aanvallen en willen onderdrukken of vermoorden. We hoeven niet te vechten, te vluchten of onder te duiken. Wat een verantwoordelijkheid die op onze schouders rust. Want de fakkel van de vrede moeten wij samen hoog houden. Zodat al die mensen die wij vandaag gedenken niet vergeefs zijn gestorven. En morgen, op 5 mei, geef dan de vrijheid ruim baan. Vier de bevrijding met dankbaarheid en vreugde. Morgen en elke dag die mag volgen. In vrijheid klinkt een lied dat zingt van wederzijds respect voor wie je bent. Gezien, gekend, als vrouw, als man, als mens. Op 10 mei, volgende week, is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Een periode van onzekerheid, groot gevaar en veel verdriet brak aan. Soldaten moesten naar het front, onschuldigen naar concentratiekampen, onderduikers naar hun schuiladres. Meisjes en jongens, mannen en vrouwen moesten overleven in een bezet land. Het blijven herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vinden we van groot belang. Hopelijk kunnen we dat volgend jaar weer doen met schoolkinderen. Het koor en de fanfare. Eregasten uit binnen- en buitenland. En last but not least met vele inwoners van Kesteren. Het is zo treffend verwoord in het gedicht, in het boek van Johannes van Zanten. Mijn vader heb ik niet gekend, is mij te vroeg ontnomen. Dus vaderliefde ken ik niet. Zover mocht het niet komen. Mijn moeder, met een ziel vol zorgen, haar tranen in haar hart geborgen, wees manmoedig ons de weg. Anno 2020 ervaar ik indringend nog meer dan anders dat welvaart en vrijheid kwetsbaar zijn. Alleen samen kunnen wij hieraan bouwen. Dat vraagt om geduld en volharding. En u weet als geen ander, net als ik als voormalig boer, dat je eerst moet zaaien om later te kunnen oogsten. En dat je moet blijven zaaien om te kunnen blijven oogsten. Vandaag zullen we stil zijn in stilte. Laten we samen gedenken en samen verder gaan.